kijkers van dit kanaal. Mijn naam is natuurlijk Jochem. En tof dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe video. Hier op dit kanaal de allereerste video van Wie is de Mol 2024. En ik heb er zoals altijd weer enorm veel zin in. Gisteren is aflevering 1 op tv geweest. En vandaag gaan we natuurlijk weer de hints en theorieën bespreken van die aflevering. En eigenlijk ook gewoon een beetje die aflevering dus bespreken wat er nou allemaal gebeurd is. Ik heb hier zoals altijd natuurlijk ook weer mijn molboekje. Het molboekje van 2024. En hierin staan ook de hints en theorieën voor deze aflevering. Ik heb hier ook een speciale losse video van gemaakt. Dus mocht je die willen zien, komt het i'tje hier zo boven eventjes. Kijk hem natuurlijk wel pas na deze video. De titel van aflevering 1 was een handje helpen. In de tweede opdracht kwam Jip met het idee dat alle kandidaten op de eerste zouden stemmen met wie ze de speeddate hadden. Heeft hij een handje geholpen? Ja, eigenlijk kwam Anna met dit idee. Alleen Jip kwam ook al heel snel met hetzelfde idee van we moeten een goede verdeling maken van wie op wie stemt. Zodat we allemaal op een ander stemmen. In principe is het hetzelfde idee. Maar het is toch wel dus anders. Anna kwam eigenlijk met dit idee. Maar het is wel hetzelfde. Opdracht 1 heette Dia del Dopito. Dit was natuurlijk de openingsopdracht van dit seizoen. Best wel vet. Hier kon geen geld verdiend worden. En de kandidaten kwamen dus één voor één aan op de locatie. Daar moesten ze een kaart kiezen. En op die kaart stond een symbool. Dat symbool moesten ze gaan zoeken in een grote groep met mensen. En dan moesten ze weer terugkomen met dat symbool. En dan kregen ze dus weer de keuze uit kaarten. En daarmee konden ze dus een vrijstelling verdienen. Wat ze alleen niet wisten was dat de mol daar zo ook rondliep. Die probeerde sneller zeg maar dat icoontje te vinden en dan dus die mee te nemen, zodat de kandidaat die niet meer kon vinden en dus ook geen vrijstelling meer kon krijgen. Dus dat is wel iets vets dat de mol daar zo dus echt met de kandidaat heeft rondgelopen en dus echt probeerde te saboteren live voor iemand. Dus dat is best wel vet. Ook heeft de mol aan het begin aan elke kandidaat de hand geschud. Dus dat was ook een dingetje. Dus de mol is veel hier zo bij geweest. Best wel vet. Ik denk alleen zelf niet dat wij dat gezien hebben, want dat is meestal wel altijd zo bij Wie is de Mol. Je denkt, je gaat altijd kijken van zou dit iemand kunnen zijn? Zou dit iemand kunnen zijn? Maar meestal degene die echt de mol is, die zien wij niet in beeld. Die wordt er altijd uitgeëdit. Het is heel moeilijk om daar iets achter te vinden, zeg maar. Maar het is natuurlijk wel weer vet om dit dan uiteindelijk aan het einde van het seizoen in de ontknoping te zien dat de mol daar dus echt rond heeft gelopen. Dus dat is wel vet. Maar ik zou zeggen dat we gewoon lekker doorgaan en dat we... Ja, dit boeit niet echt heel veel. Uiteindelijk hebben 6 van de 4 kandidaten een vrijstelling weten te krijgen. Dat waren Tooske, Jeroen, Kees, Rosario, Rian en Babs. En Anna, Fons, Jip en Justin hadden dus geen vrijstelling gekregen. Die waren dus niet op tijd teruggekomen of hadden dus niet eerder dan de mol hun plaatje gevonden, zeg maar. Ja, en wat natuurlijk ook het hele ding is, waarom de mol zeg maar eerder wilde zijn dan de kandidaten, want vrijstelling boeit natuurlijk niet zo heel veel voor de mol. Maar in de tweede opdracht werd ook nog eens duidelijk gemaakt dat een vrijstelling 1000 euro kon opleveren. Dus de mol die wilde daadwerkelijk ook echt dat die vrijstellingen dus niet verdiend zouden worden. Want dat zou uiteindelijk weer geld opleveren voor de pot. Dat was mogelijk, zeg maar. Op dat feest had je natuurlijk allemaal mensen met maskers en zo, allemaal best wel mooi gekleed. Wat dan dus ook alweer een dingetje kan zijn, is dat Justin, die is drag queen, die verkleedt zich ook altijd wel zo en zo. Dat zou misschien een hint naar de mol kunnen zijn. Dat zou kunnen. Wat dat ook nog betekent is, zo'n masker, je kan ook 2 identiteiten hebben, snap je, met zo'n masker op. Misschien heeft hij ook wel een masker op nu, dat hij de mol is. En wat ze ook bij Mol Talk zeiden, was dat er was een bol, een blauwe bol, en dat leek heel erg op een oog. En 4 kandidaten uit de groep hebben blauwe ogen. Dat zijn Jip, Kees, Fons en Rian. Dus dat zou weer kunnen linken naar de mol misschien. En dan was dat alles voor opdracht 1. Laten we dan doorgaan naar opdracht 2. Opdracht 2 heette Speed Date. Ze konden dus maximaal 6000 euro verdienen. En dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan. 6000 euro in de pot. De kandidaten moesten met elkaar gaan speed daten en erachter komen wie de vrijstellingen hadden. Dan mochten ze uiteindelijk op een kandidaat stemmen. 1 kandidaat per persoon. En als er dan uiteindelijk op de kandidaten die de vrijstellingen daadwerkelijk hadden gestemd zou worden, dan zouden die vrijstellingen vervallen. En per vrijstelling leverde dat dus 1000 euro op. Jip kwam uiteindelijk al heel snel met het idee van wat nou als stemmen we allemaal op degene met wie we als
eerste de speed date hadden, dan stemmen we dus allemaal op een ander. En dan stemmen we dus op iedereen. En dan zijn sowieso al die vrijstellingen eruit. Ja, ook hier weer. Anna kwam met het idee. Alleen Jip kwam al snel met het idee van we moeten een goede verdeling maken van wie op wie stemt. Zodat we allemaal op een ander stemmen. Zodat iedereen een stem krijgt. En dat sowieso alle vrijstellingen eruit zijn. In principe is het hetzelfde. Maar Anna kwam wel met dit idee. Dat is best wel een slim iets. En dat zou de mol sowieso niet doen. Want dan komt al dat geld natuurlijk in de pot. Dus dat is een niet echt een molactie voor Jip. Maar het kan natuurlijk ook weer zo zijn dat de volgende aflevering, zij weet dat er heel veel geld uit kan gaan. En dat ze heel makkelijk die 6000 euro er weer uit kan halen. Dus ja, het kan ook wel weer een molactie zijn. Waardoor ze nu weer niet heel erg verdacht lijkt. Ja, uiteindelijk is het dus bij niemand gelukt om toch een vrijstelling te behouden. En zijn alle vrijstellingen eruit gepakt. Volgens mij was er uiteindelijk niet op iedereen gestemd. Volgens mij was er wel op meerdere mensen dubbel gestemd. Maar uiteindelijk zijn dus wel alle vrijstellingen eruit gehaald. Dus dat is mooi. 6000 euro verdiend bij deze opdracht. Dan gaan we door naar opdracht 3. En opdracht 3 heette afschilderen. Ze konden 2500 euro verdienen met deze opdracht. En daarvan hebben ze 500 euro verdiend. De kandidaten waren verdeeld in 3 groepen. De allereerste groep Jeroen, Rosario, Fons, Jip en Justin. Zij moesten schilderijen gaan naschilderen. En ervoor zorgen dat het schilderij wat zij maakte er zoveel mogelijk op leek met echt alle details. Dan moest het tweede groepje Kees, Anna en Tooske moesten allemaal slootjes openmaken en daarmee allemaal schilderijen vrijspelen. Echt zoveel mogelijk. Volgens mij waren het er echt een stuk of, ja, het waren er echt heel veel. 25 of zo. En dan had je in het laatste groepje, het laatste duo, Rian en Babs, die moesten dan uiteindelijk de goede schilderijen erbij kiezen. Het allereerste wat ik meteen al bedacht was dat Kees, die staat hier echt op een goede sleutelpositie. De mol die kan natuurlijk al van tevoren weten welke cijfertjes de combinaties zijn van echt de schilderij die ze echt moeten hebben. De echte schilderijen, zeg maar. En hij kan natuurlijk op de plek waar die staat gewoon die nummers niet opnoemen. Die sleutelcombinaties niet opnoemen. Waardoor eigenlijk sowieso al de opdracht niet kan slagen. Uiteindelijk is er ook maar 1 echt schilderij vrijgespeeld. En konden ze uiteindelijk ook maar 1 schilderij goed hebben. Dus misschien dat Kees daar zo wel gemold heeft. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. En Kees die stond op die plek omdat hij niet bij de slootjes wilde staan, omdat hij die niet kon lezen. Hij had zijn leesbril niet mee. Een mol is natuurlijk ook blind en Kees zonder leesbril is ook, ja, wel een beetje blind dan. Hij kan niet lezen, dus zou dit misschien ook nog een geinige hint zijn naar de mol, omdat de mol dus, een mol is blind, zou kunnen. Uiteindelijk dus 500 euro verdiend met deze opdracht. Toen kwam natuurlijk de test en de eliminatie, de allereerste van dit seizoen. En ik vond het zelf weer best wel spannend eigenlijk. Ik heb hier dus ook weer het grote verdenkschema, waar ik zoals altijd weer heb opgeschreven wie verdacht bij de test. Van Anna zagen we niks, van Babs zagen we ook niks. Fons zat op Tooske en Jip. Jeroen zat op Babs, Fons en Jip. Jip zat op Justin, Tooske en Rian. Justin zat op Jip, Kees, Babs en Jeroen. Van Kees zagen we niks. Rian zat op Fons. Rosario zat op Jip en Anna. En van Tooske zagen we niks. En toen zagen we helaas dat Babs een rood scherm kreeg. De allereerste afvaller van dit seizoen. Zonde, ja. Maar het is altijd gewoon een ding. Het is gewoon altijd heel kut om af te vallen in aflevering 1. Dat is zo naar. Maar net zoals vorig jaar kwam er ook weer een soort van kleine twist. Komt zij misschien weer terug het spel in? We weten het niet. We gaan het zien binnenkort in het seizoen. Ik ben heel erg benieuwd daarnaar. Maar Babs ligt voor nu in ieder geval uit Wie is de Mol? Uit het spel. Aan het einde van aflevering 1 staat de groepspot op 6500 euro. En dan was dit voor nu alles voor het molboekje. Laten we dan nog even lekker snel kijken naar de Wie is de Mol app. Hier zo naast mij kunnen jullie zoals altijd weer mijn schermpje zien. En zien jullie dus ook dat mijn punten verdubbeld zijn. Dus dat is heel mooi. Laten we als eerst lekker naar het verdenkspel gaan. En dan moet ik een keuze maken op wie ik ga stemmen voor de volgende aflevering. Ik had voor aflevering 1 had ik de helft gezet op Fons. En de andere helft op Jeroen. Ik weet het nog niet helemaal. Ik vind Kees dus wel meer verdacht. Maar dan niet per se omdat hij verdacht
gemaakt wordt. Maar hij stond in opdracht 3, stond hij echt op een goede sleutelpositie. En er is uiteindelijk ook maar één goed schilderij gepakt. Dus dat zou een hele goede molplek kunnen zijn. Dus Kees vind ik wel verdacht, meer verdacht geworden. Ja, maar voor de rest, ik heb nog steeds geen idee eigenlijk. Ik denk dat ik voor nu de helft op Jeroen alsnog inzet. Dus dat zijn dan 100 puntjes. En dan ga ik ook gewoon de andere 100 gewoon op Kees zetten. Ik ga dit jaar ga ik gewoon een beetje meer spreiden over alle kandidaten. In plaats van dat ik aan het begin van het seizoen 2 kandidaten kies. En dan in een soort van tunnel kom. Dus we doen lekker Jeroen en Kees voor nu. Misschien dat ik het deze week nog wel aanpas. Maar ik heb geen idee. We gaan het zien. En dan zijn we hier zo in mijn Wie is de Mol pool. Waarvan het linkje natuurlijk zoals altijd in de beschrijving staat. Dus wil je joinen? Je kan joinen. Klik even op het linkje. En dan ga je als het goed is meteen naar de app toe. En dan zit je meteen ook in de pool. Dus dat is vet. Er zitten nu al 10 mensen in. Dus join zeker. En dan hebben we hier zo dus nog mijn tijdlijn. En zien jullie dus ook dat ik voor aflevering 1 de helft had ingezet op Fons. En de andere helft op Jeroen. Dan was dat ook alweer alles voor de Wie is de Mol app hier zo. En ook meteen alles voor deze allereerste Wie is de Mol hintset theorieën video van mij. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dan kunnen we natuurlijk belonen met een lekker blauw ruimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. Laat zeker in de comments achter wat jij van aflevering 1 vond van Wie is de Mol 2024. Ik zit wel weer helemaal in die Wie is de Mol vibe. Dus dat is goed. Heel episch. Ik heb heel erg zin in dit seizoen. En ja, ik ben heel erg benieuwd naar aflevering 2. Die volgende week natuurlijk komt. Dus ja, sick. Ik heb er zin in. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later mensen.